Jarf, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. Welkom weer terug bij een nieuwe aflevering in Mindtopia. Dus als ik je zie, sta ik op mijn club nu. Die heb ik nog steeds, eigenlijk ben ik nog steeds de baas hier in de club. En het gaat hartstikke lekker in Mindtopia, want ik heb vandaag een hele belangrijke vergadering in Mindtopia. Het is eigenlijk niet in Mindtopia, maar in Qtraxia heb ik een hele belangrijke vergadering met een aantal politiechefs. Want morgen, zoals jullie weten, is morgen zaterdag de 16e, is de opening natuurlijk van de server van Mindtopia. Daar gaat iedereen Mindtopia op, of beter gezegd Qtraxia. En de politie van Qtraxia zit hem een beetje te knijpen, want morgen komt er dus bij hem in één keer in zijn stad, komen er een stuk of 300, 400 mensen in één keer zijn stadje binnen. En dat is heel erg veel mensen zijn dat, dus je moet allemaal onder controle gehouden worden. Dus hij wou graag een emergency meeting hebben gaan behouden in Qtraxia om te bespreken hoe we het gaan oplossen. Dat niet zo meteen 400 randdebielen helemaal losgaan en heel Qtraxia afbreken met z'n allen. Dat is dus niet de bedoeling. Nou, ik ga onderweg naartoe. Ondertussen bij Foodtopia hebben we geen werknemers meer. Zoals je ziet, alles is weg. Ik heb een nieuwe manager hier, dat is Plotinfo. Ik kan even kijken hoe die heet. Plotinfo. Ik heb hier een nieuwe manager. Zijn naam is dus Jesse0301. Jesse die werkt hier nu. En Jesse gaat een hele nieuwe crew aannemen. Al het geld die verdiend wordt is voor Jesse. Ik bedoel, ik heb gezegd van nou, zorg dat het lekker draaiende blijft. De Red Light District. Maar natuurlijk wel onze eer hoog te houden. Dus dat gaat heel erg goed. Dat gaat helemaal goed komen. Dat gaat Jesse regelen. En Martje, degene met mijn werknemer. Martje is gewoon de burgemeester geworden van in Mindtopia. Echt helemaal gek. En mijn andere werknemer, dat is heel leuk. En mijn andere werknemer was Jan de Engelman. Is burgemeester geworden van Cosmopolitan. Ik bedoel, joh, voor mijn bedrijf kwam alleen maar succesvolle mensen af. Het is echt belachelijk cool. Maar goed, ik was dan natuurlijk de minister van, niet van Defensie, maar van de Justitie. Dus ik moet zorgen dat alles rechtvaardig gaat, alles goed gaat. En ik ben natuurlijk van de FBI. Ik heb nu twee taken tegelijkertijd. Maar op een gegeven moment wil ik inderdaad afstappen van mijn FBI-taken. Of ik wil afstappen van mijn justitiestaken. Het ligt eraan of ik goede mensen vind natuurlijk om mijn baan over te nemen. Maar voor nu ben ik dat. En ik ga echt keihard aan de slag eraan. Want het is heel, heel, heel erg veel werk. Er komen dus inderdaad 400 mensen denk ik op de server morgen. En het wordt gewoon één totaal grote chaos. En ja, FBI gaat wel lastig worden. Ik bedoel, de politie gaat het heel druk hebben. Maar de FBI komt pas in actie als de politie het niet aan kan. En dat is eigenlijk het moment waarom ik nu in actie moet komen. Nu al, de eerste dag. Aangezien de politie, ik zeg heel eerlijk, de 10 man, Qtraxia volgens mij is met politieagent, zij zijn 8, 9 man sterk. Ze gaan er niet aan kunnen, al die mensen tegelijkertijd. Dus ik ga nu naar mijn meeting toe. Ik heb eigenlijk afgesproken, ik ga het wel op tijd halen, volgens mij ga ik te vroeg komen. Ga nu naar het vertrekpunt. Ik ken de Gradle, Rolandia en Cosmopolitan. Oh, dus ik moet nog een keer overstappen zometeen. We gaan even kijken. Ik ga denk via Rolandia, kan je terug? Ik ga Rolandia in. En dan moet ik hier even de portal zoeken. Ik weet waar die is. De portal zoeken. Natuurlijk het weggetje zoeken naar Qtraxia. Zoals je kan zien. Is inderdaad gewoon. Het is echt niet zomaar een teleport of zo wat je kan doen. Nee, je moet echt de portal zoeken. De juiste portal moet je zoeken naar de juiste plek. Anders kan je gewoon niet weg. Wacht, kijk misschien wel vanaf hier. Naar Mindtopia, Cosmopolitan en Gradle. Nee, dus ik moet echt helemaal omlopen inderdaad. Om aan te komen bij waar ik wil zijn. En dat is natuurlijk in Qtraxia. Als ik die portals zoek, ik weet dat ik een hele grote dikke weg moet volgen. En dan kom ik daar. Dus ik moet even wat zoeken. Kijk, daar is natuurlijk het grote gebouw. En daar moet het ongeveer zijn. Want, wow, Rolandia is best cool. Ik moet eerlijk zeggen. Ik bedoel, dit is echt een soort woongebied. Als ik een huis wil laten neerzetten, een echt huis om te wonen, is Rolandia wel iets waar ik zou willen wonen. Ik bedoel, het zijn leuke huisjes. Het is gewoon een gezellige buurt. Ja, ik zeg eerlijk. Rolandia best wel een kasteeltjes daarom, met torentjes. Man, leuk gebied om te wonen hoor, Rolandia. Dus die hou ik in mijn gedachten of ik misschien ooit iets in Rolandia wil gaan doen. Nou, ik moet even een dikke weg zoeken. Of is dit al een dikke weg? Nou, ik weet het niet. Ik ga het zoeken. En ik zie jullie even bij de portal, want het is echt een dol voor mij nog. Tot zometeen. Oké, ik heb het gevonden. Uiteindelijk is het gewoon deze dikke weg. Helemaal de overkant volgen is die ene andere kant waar ik was. Dus dat als voor mensen uit Rolandia komen, het is gewoon één lange rechte weg naar de overkant. Vertrek met naar Qtraxia. Dus als ik hierop sta, boep, kom ik nu in Qtraxia. Ah, in Qtraxia terecht. Hartstikke mooi. Nou, Qtraxia is de stad waar jullie allemaal, de nieuwe spelers, allemaal terecht gaan komen. Als allereerst. En dit zijn de wegen, ziet er zo uit. Het is niet echt een rijke stad, maar het is gewoon een standaard stad waar ik spawnen. En jeetje, vijf gebouwen ziet er echt mooi uit. Maar ik moet echt opschieten, want ik heb echt over 5 minuten heb ik daar mijn gesprek. Dus dat is niet de bedoeling. Dus even kijken. Dan zag ik even iemand even nog op de server werken. Dus dat ga ik even weg daarvan. Mooi, dan ga ik even richting het gemeentehuis. Daar heb je hem. En hier ga ik zo meteen over praten, want weet je wat? Ik ga het nu meteen even doen.
Ze wachten maar een klein stukje op mij. Ik bedoel, ik ben de baas van de FBI, ik ben de baas van justitie. Wie gaat dat gewijs zeuren, man? Dat gaan ze toch niet doen. In ieder geval, welkom hier bij de kamers van Rotjoch. Dit is mijn appartementencomplex. Je kan mij gewoon 6 appartementjes kopen. In Cutraxia, aan de fontein, midden in de stad, naast en tegenover de bank. Het is echt een hele mooie spot. Echt een hele, hele mooie spot. Dus ik ga het even laten zien. Ja, goed. Dit huis kost 30.000. Heb je een leuk kamertje voor 30.000 euro's? Het is mooi. Het is goedkoop voor de mensen die in Cutraxia willen wonen op een mooie spot. Deze kost 35.000. Weet je waarom? Want je kijkt heel mooi uit op de fontein. Over de stad. Het is echt super mooi. Bij 1000 maar heb je een heel mooi woningje hier. Heb jij gewoon een appartementje? Kijk gewoon natuurlijk je. Als het goed is, weet ik niet zeker. Je leveltje erbij natuurlijk. Want je hebt gewoon een appartement. Dus dat komt helemaal goed. Dus daar kan je gewoon wonen. Het is een heel leuk klein appartementencomplexje. Heb je nieuwe buren. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Midden in de stad. Op een van de grootste plots. Dus dat is wel cool. Nou, ik moet even opschieten. Want ik heb nu al te veel tijd genomen natuurlijk. Ik wil niet te laat komen. Ik bedoel, het is niet te erg als ik laat kom. Maar het is niet de bedoeling. Ik hou niet van te laat komen. Dus ik ren even lekker hier overheen. En we gaan eerst het politiebureau. Maar daar moet ik niet zijn. Ik moest dit gemeentegebouw zijn. Dus daar ga ik maar even naartoe. Even kijken. Daar gaan we. Als het goed is, zitten hier 2 chefs vandaag. Kan ik hier gewoon naar binnen lopen? Ja, joh. Ik kan hier wel gewoon naar binnen, joh. Geen probleem. Kantoorruimtes zitten boven. Heren, heren. Hoe is het, jongens? Ja, goed. Ja. Goed, ja, zeker, zeker. Lekker, lekker. Hebben we zullen we ruimte? Beginnen dan? Ja het precies. Is kort dag. Zo, oké. Okay. Jeetje, man, dit is wel groot hier, zeg. Wie is hier ook weer de burgemeester? Dwight. Oh, man, groot, taart, alles. Nou, goed. Ik ga wel aan de zijkant zitten. Het maakt niet uit. Normaal gesproken word ik een hoofd. Nee, ja, het is goed. Ja, zit je maar goed. Mooi, dankjewel. Ja, het is. Het hoort natuurlijk bij. Goed, ja. Heren. Leuk dat jullie er zijn. De anderen die hebben het heel druk. Rolandia, jij natuurlijk. Heretopia, dus heel top. Mijn chef kon niet reageren. Deadly Famous kon niet reageren. Want die hebben het zelf druk in hun eigen steden. Maar leuk dat jij er ook bent vandaag. Dus net Ryan, Window. Want we zijn hier voor Tagu. En Tagu heeft een play en een voorstel. Ja, allereerst welkom in Cutraxia. Dank. Leuk. Zoals je weet komen er morgen heel wat mensen bij. Heel wat bewoners in Cutraxia. En ik ben eerlijk gezegd bang dat ik het niet ga redden met... Ja, we hebben 6 agenten. Zes agenten. En daar gaan we het niet mee redden. Nee, want morgen is het gewoon één stormbaan. Ze komen gewoon 400 man, komt in één keer gewoon... Waaah, allemaal Cutraxia in. Ja, precies. En het ergste, we zouden ook kunnen allemaal tegelijkertijd. En met z'n 6 gaan we het niet tegenhouden. Met z'n 8 ook niet, want als window cleaner wil helpen met zijn staf... Dan ook net niet. Dus je vraag is nu eigenlijk vooral of de FBI en ook wat andere politieagenten willen inschakelen van andere steden. Of jullie wat versterking voor me hebben, ja. Heel graag. Nou goed, dat is beginnen, man, met... je hebt 6 man, je hebt jou erbij 7. Ja. Top. Window, jij bent baas nu van Rolandia. Op het moment nog van... wat nog meer ook weer, al die anderen? Industrial, Bredo en Cosmopolitan. Dus jij, dus we hebben heel weinig chefs op het moment, dus dat is wel even lastig. Maar hoeveel mensen heb jij tot nu toe in je beschikking? Nou, ik heb... In Rolandia heb ik tot nu toe een paar mensen zitten. Een stuk of 3. 3, oké. Okay, dus zit je samen op 10. En jij erbij is 11. Maar ja, het vervelende is dus inderdaad... Moeten wel mensen in onze eigen steden blijven voor de zekerheid. Want als, daar, als we allemaal weglopen daar... Daar los breekt, dan gaat het ook goed fout. Ja, breekt daar de hel weer los. Dus wat ik kan doen... Heb jij iemand in... Jouw steden die gewoon de stad in de gaten kan houden, ook al ben jij niet bij als chef. Ja, ik heb Maarten, MDH 2002. Oké, als jij zorgt dat Maarten het eigenlijk overneemt voor jou daar, hebben we hem hier morgen niet nodig. Dan ga jij hier komen helpen, want ik ben met Tagu eens. Hier hebben we echt heel veel versterking nodig. Ik ben zelfs van plan om met mijn eigen mensen hier naartoe te komen, met de FBI. Dag. Maar alleen voor vandaag natuurlijk, want er moeten ook nog mensen in de FBI Cosmopolitan blijven en dat soort dingen. Komen jullie vandaag helpen als FBI zijnde dat ik een stuk of 10 man hier naartoe stuur dat we hier met 30 politieagenten rondlopen? In totaal. Dat zou heel fijn zijn. Want anders gaan we het niet redden. Nee, en het is gewoon voor het echte chaos. Want ik ga even kijken hier buiten. Waar denk jij waar het alle drugs gaat worden? Volgens mij zien we een balkonnetje. Centrum. Oh, kijk eens aan. Hier is een heel mooi balkonnetje. Recht tegenover. Juist, ja goed. Ja, dat is natuurlijk het plotje van mij daar ook. Daar ongeveer, bij de fontein is het centrum, hè? Ja, het centrum. Juist. Dat, daar wordt het vooral druk en... De F5, hè? F5 gebouw. F5 gebouw, dat zit daar iets verderop. Ja. Dat is in principe ook bij het centrum. Anders kunnen we even
een rondje doen. We gaan een rondje doen, dan kunnen mensen een soort van positioneren. Ik volg jou, het is jouw stad. Ik ben hier een paar keer geweest nu, maar nog niet helemaal. Ik heb hier een plot gekocht. Om hier mensen... Het politiegebouw zit hiernaast. Meteen ernaast, ja. Een mooie helikopter op het dak. Dat is mooi, dus die kunnen lekker snel te plaatsen zijn als iets aan de hand is. Ja, dus het moet goed komen. Oké, dus even goed nadenken. 30 agenten ongeveer, om 400 man tegen te houden. Het wordt heel lastig, maar we hebben ook echt allemaal de nieuwe geavanceerde wapenknuppel. Dus naast damage kunnen we nu ook mensen in één keer in de gevangenis stoppen. Ja, deze dus. Ja, die heb jij al, mooi. Het zijn dus als we daar één keer mee raken vooral eigenlijk en de command wordt uitgevoerd, dan kom je in één keer in de gevangenis te zitten, hè? Ja, precies. En dan kan je nog stoer doen en vervelend doen, dus die zitten gewoon vast. Ja, dan zit je vast, dan kan je nergens naartoe. Helemaal top, goed. Nou, hier hebben we dus politiebureau. Ja. Hier, nou, het zal hier niet heel druk. Ik denk het niet echt. Ik denk dat ze even een kijkje komen nemen hier. Ja, en dan gaan ze verder met Durpino zetten. Ja, dat snap ik. Het bankgebouw wordt vooral druk. Ja, ik denk dat heel veel mensen een lening gaan aanvragen. Ja, precies. Op level dus 1. Daar wel wat beveiliging bij zetten. Dus ik denk dat je sowieso hier drie man al kwijt bent. Die gewoon de hele dag hier zouden moeten staan. Kunnen we roleren. Maar dan moeten we echt drie man bij staan. Eentje binnen, eentje buiten. Want mag ik even kijken hoe het binnen eruit ziet? Ja, het moet sowieso. Hier zijn dus de kassamedewerkers. Ik denk dat we het moeten het afsluiten een beetje. Ik denk dat we hier hekken moeten zetten. Van die dranghekken. Ja. Want inderdaad gewoon één persoon in zo'n hokje kan per keer. Dus ja, precies. Dat het hierin gebouwd wordt, dat het hier helemaal dicht zit. In ieder geval, dat is veiligheid. En dan kunnen wij als FBI-agent of politieagent hier tussen staan van oké, jij nu. Ja, precies, lijkt me ook wel slim. Als er een rij van 300 man staat, dan worden we ook niet vrolijk. Ja, gaat iedereen door elkaar heen lopen. Precies. Nou, vooral hier dus. Ja, dit is... wel gebouw. Ja, ik weet het, ik kan die plots verkopen, maar gelukkig is alles op slot. Dus ze kunnen niet lopen kutten, ze kunnen wel even een kijkje nemen, meer dan ook niet. Nou, in principe komt iedereen dus van hier binnen. Hier vooral. Ja, het wordt dus hier een gigantische chaos allemaal. Ja, daar heb je een F5 gebouw. Ja, ik ga even een kijkje nemen. Ik denk het beste is het afsluitbaar, het FBI gebouw? F5 gebouw kan je niet naar binnen. Ja, je kan er wel voor staan. Ah, kijk, ik zie het dan. Nee, je kan dus niet naar binnen. Dat is mooi, dus niet iemand binnen te plaatsen. Wel voor de deur gewoon inderdaad van jongens, niet ze alle... gaan groeperen, want dat is gewoon een beetje eng. Het is een beetje indrukwekkend. Dus dat gaan we dus inderdaad... Ja, precies. Gaat wel mee. Oké, dus ik denk dat we gewoon hier vooral die drie plaatsen, dus de bank, hier en in het midden, gewoon mensen kwijt zijn. Ja, en bij gemeentehuis zou het ook wel handig zijn. Ja, ik denk trouwens wel zeker het gemeente, want dan kan je gewoon naar binnen lopen. Ja, precies. Ja. Dus de gemeente, ja, ik denk dat we ook een stuk of twee man daar maar kwijt zijn. En de rest die loopt gewoon door de stad heen te roleren wat er aan de hand want is. Ja, want we hebben ook nog aparte steden in Utrecht, ja. Ja. Ja, maar achterin, hè? Maar ja, achterin. Maar op zich, daar kunnen ze gewoon lopen. Dat is niet zo heel moeilijk te beschermen. Wat belangrijk is op een gegeven moment wel, wat ik ook ga doen. Ik ga undercover agenten sturen. Dus mensen die niet in een outfit lopen. Dat die inderdaad een beetje alles in de gaten houden. Wat er allemaal gebeurt voor criminaliteit en inbraakjes. Of gewoon vervelende mensen, dat die gewoon meegenomen worden. Zonder dat iedereen weet dat het een agent is. Dus dat gaan we ook voor zorgen. Dat zou wel handig zijn, ja. Ja. Oké, goed. Dus dat is eigenlijk een beetje... het punt vooral. Hebben we... punten. Ja, precies. Dus dat gaan we dan vandaag regelen, morgen regelen. Wanneer komen ze precies binnen? Dan kan ik daar rekening mee houden. Ze komen morgen zaterdag komen ze binnen, al die mensen. Mijn agent, zal ik even de agent bij jou langs sturen hier ook. Langs het kantoor. Die dan inderdaad met jou gespreken. Ja, maar... van, jongens, waar wil je me hebben? Ik geef jou gewoon een volledige de baas eigenlijk over hun. Ik kom er ook helpen natuurlijk. Ik loop gewoon rond. Ik denk dat ik ook heel druk ga krijgen aangezien ik naast FBI-agent ook YouTuber ben. Ja, dan doen we even een briefing. Ga ik ze even uitleggen hoe en wat en wie waar kan staan. Ja, dat is helemaal goed. En jij komt hier naartoe, Window, als jouw chef? Ik kom hier als chef inderdaad. Ik neem twee mensen zal ik meenemen. Eentje zal ik in de andere steden laten om het daar overzicht te gaan houden. Ja. Dat komt ook wel goed. Oké, dan is het ook allemaal geregeld. Ja, mooi. Ja, ik ben benieuwd wat er morgen gaat gebeuren. Ik denk dat het echt een gigantische stormloop gaat worden. Dat er gewoon al die gasten tegelijkertijd willen inloggen. Of ze even, het is 12 uur. Dat ze ook echt allemaal om 12 uur gewoon ratatatatat naar binnenkomen. Ja, dat denk ik ook. Dat is wel vast. Ja, precies. Dus dat had we morgen allemaal de wekker moeten zetten, hè? Want wij hier eerder moeten zijn. Yep. Maar dat komt goed. Ik heb er vertrouwen in. Ik heb er ook wel vertrouwen in. Het wordt wel een beetje gevaarlijk, maar we krijgen allemaal die nieuwe wapenknuppel met de Jill. Dus dat komt helemaal goed, jongen. Ja, komt goed. Zeker weten. Oké, heren, ik heb weer even. Ik ga even naar mijn eigen kantoor toe. Dat heb ik even laten zien nog. En dan wil ik jullie bedanken voor vandaag.
En dan ga ik nog even met Rijn verder overleggen. Ja, goed zo. Bedankt voor je tijd in ieder geval en voor je steun. Ja, goed dat je gewoon netjes aanvraagt dat je hulp nodig hebt. Dat is altijd goed. Daar hou ik van. Goed jongens, ja. Dan ga ik meteen weer even kijken. Hoe kom je hier eigenlijk weg? Waar is de weg hieruit? Daar is de weg vooruit. Bij de tentjes daar. Ik zal even mee lopen. Bij de tentjes. Ik zie het. Juist, ja. Ik zie het al. Dankjewel. Dankjewel heren. Hele fijne dag. Hoi hoi. 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 Alright, nou dat is dus geregeld. Je ziet dat ze twee hele chille agenten, of chefs zijn het zelfs. Zoals je window cleaner heeft heel druk op het moment op zijn werk. Ik moet echt meer chefs gaan aannemen. Dus als jij chef wil worden van de politie in de stad, dan mag dat. Dan moet je even aanmelden. Maar denk goed na, weet je, ik wil niet lullen bedoelen, maar als je 14 bent en dus eigenlijk niet eens de wetten van Nederland zo heel goed nog door hebt. En je bent level 1, je bent helemaal nieuw op Mindtopia. Is het heel lastig om deze baan te krijgen natuurlijk. Dat moet je begrijpen, want je moet een hele stad runnen als agent zijnde, als chef. Dat wordt heel lastig. Maar ik zag nog ook heel veel mensen bij de FBI. Dus ik ga even naar Cosmopolitan toe. Mooi, dat kan vanuit Cotexia, Dorlandia, Greydale, Cosmopolitan. Want daar natuurlijk is waar ik woon, is waar ik werk. Want ik ben natuurlijk de baas, de director. Maar de FBI met level 10. En op het moment heb ik ook 1,3 miljoen euro op de bank. Dat is hartstikke tof. Maar ik zoek dus heel veel mensen bij mij te werken. En wat houdt dat in als je bij mij werkt? Je wordt sowieso level 3. Ik weet niet zeker of je mag wonen in Cosmopolitan. Ik denk dat je hier alleen mag werken. Dat weet ik nog niet zeker. Maar ja, als je level 3 bent, kom je sowieso uit die eerste zone weg. Dus dat is ook wel goed. Eigenlijk betekent gewoon dat je uit de eerste zone wegkomt. Word je al sowieso level 3. Maar wat het dan ding is, je wordt wel echt FBI-agent. Je krijgt level 3 erbij. En dat houdt in dat je wel veel moet kunnen werken. Dus je moet wel veel zijn. Ik heb een aantal eisen gesteld van mij als FBI-agent. Je bent minimaal 7 uur per week online. Dat zijn helemaal niet veel. Het houdt in dat je 1 uurtje per dag moet spelen. Nou, in het weekend spelen mensen als 3 uur Minecraft, 4 uur. Dan ben je er alweer bijna. 7 uur aanwezig zijn. En je moet gewoon heel veel doen voor de FBI. En als je een sollicitatie mij wil inleveren, dat kan natuurlijk allemaal gewoon. Ik ga een postbusje maken ervoor. In Cosmopolitan. Dus als je uiteindelijk hier kan komen, kan je daar komen werken. Maar dan moet je het in mijn postbus gooien met waarom je hier wil werken. En ik kom niet met die onzin aan van, ja, nee, ik wil de stad beschermen. En ik ben Superman. Nee. Daar heb ik helemaal niks aan. Ik wil gewoon weten, wat denk ik dat jouw taak inhoudt? Wat je moet doen? Wanneer komen wij in actie? Dat is 2, dat is ook heel belangrijk. En hoe ga je dat doen? En hoezo? Dus inderdaad, ik ga niks voorklaren, ik ga niks vertellen. Moet je gewoon goed opgelet hebben. Even kijken, volgens mij is mijn assistent van de receptie, op het moment is er dus niet. Dus daar word ik ook nog mensen van aan. Ik heb er 2, ze zijn er allebei niet. Maar gelukkig ben ik als FBI-director, ben ik natuurlijk een echt ongelofelijke baas. En ik ga gewoon Iron Doors openen. Dus dat doe ik gewoon eventjes. Hatsenflats. Mooi, ga ik even mijn kantoortje in. Hoppakee. En dan ga ik lekker zitten. Want ik ga lekker een kantoortje van afsluiting doen. Want joh, ik heb heel veel moeten regelen vandaag. Ik heb heel veel mensen aangenomen. Een stuk of 10 FBI-agenten werken al. Dus ik heb er nog, moet nog 30 aannemen. 35 zelfs. Dat is heel veel werk. Mijn gear is eindelijk af met hele hoge protection. Je ziet het level 100. Level 1000 is zelfs. Dus ik kan bijna niet dood. Bijna niet. Dus probeer me maar niet te overvallen. Want ik schiet jou dood. Namelijk met mijn wapen. Mijn wapen heeft punch 10 en infinity 1, dus het houdt in dat ik gewoon lekker veel kan schieten achter elkaar. En dat ze gewoon mij bijna niet dood krijgen. Dat is hartstikke stom om mij te overvallen. Dus dat houdt in, jongens, dat ik morgen een hele drukke dag voor de boeg heb. Ik gewoon moet proberen om samen met de chefs gewoon alles in de toom te houden. 400 man tegelijkertijd. Het wordt echt een gigantische taak. Ik heb er wel heel erg veel zin in. En ik moet gewoon heel veel mensen aannemen voor de FBI nog. Dus het wordt heel erg lastig. Mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vond je het een hartstikke leuke video? Doe lekker een blauw duimpje omhoog als je het awesome vond. Zie jullie graag in de volgende video. Bedankt voor de politiechefs voor het meedoen. Je mag reageren. Ja, alsjeblieft. Geen probleem, man. Yeah, thanks. Zie je graag in de volgende video, mensen. Dankjewel voor het kijken. Later nog eens ziens. En natuurlijk, peace.